Dit is de rivier de Nant de Lautaret. En die komt uit in de Lac de Roselin. Dat is een stuwmeer. Dus hier krijgen die Fransen gewoon stroom vandaan. Er rijden dus overal wielrenners en die hebben meestal geen licht. En die rijden dus ook in deze tunnels, waar ook niet al te veel licht is. Dan van deze trouwens wel mee. Net was er eentje, we waren dus met wegwerkzaamheden bezig. En dan was er één baan afgesloten en de baan die nog deed, die was ook niet heel erg goed. Ja, dat dus. En zo rijden we het schone Val d'Isère binnen. Ik vind het er dan toch altijd anders uitzien als het vol ligt met sneeuw. Maar hebben we nou weer een file? Ja, blijkbaar. Maar waarom? Even een update. Val d'Isère zit een beetje dicht, want er is een wielerwedstrijd aan de gang. Dus wat ik hier ga doen, is dat ik denk ik eventjes een beetje ompak. Dan pak ik mijn stoeltje erbij. Ik moet wachten tot 2 uur. Het is nu 12 uur. Dan ga ik achter deze bloemetje zitten. Ik denk dat het best is. Lekker in de schaduw. Goeie plek. Gaan we doen. De wielerwedstrijd is over. Volgens de agent duurde het tot 2 uur. Het is nu 1 uur.
nadeel van deze kol is dat je wel steeds om je heen moet kijken. Want daar ligt er gewoon nog sneeuw bovenop, denk ik. Toch bijna wel. Zo. Ik dacht dat ik terug moest schakelen. Maar waarom? I don't know. Komt ineens de gendarmerie naar beneden. The bar is open. Kijk, als je niet om je heen kijkt, dan zie je niet hoe mooi het hier is. Kijk, ik rijd nu in het dal. Lekker makkelijk. Maar als je dan ziet, daar een dal, daar een dal, daar hoge pieken. Het is echt gewoon mooi. Ja, genieten wel. Zeker weten. Dat is Fort Marie-Thérèse. Kan jij wat vragen? Marcel, hoe weet je dat? Heb je zoveel kennis? Ben je zo geleerd? Nee. Er stond namelijk op een bord dat het Fort Marie-Thérèse was. Dus wat er voor rest te doen is, I don't know. Ziet er best imposant uit. Een lekker fortje. Dus, lekker op die stenen. Is het een teken dat we ergens zijn? Blijkbaar wel. Laat ik er even hierheen. Dip, 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 dip. Die holly heb ik ook al een paar keer gezien vandaag. Zek, zek, zek.
go, go. Dit wordt niet zo spectaculair. Coco, pas de spectaculair. Spectaculaire koude wind hier. Wind, ook een soort van harde wind. Ze denken allemaal dat er spectaculaire foto's te maken zijn als ik de bocht op kom. Maar helaas moet ik ze altijd teleurstellen. Met mij is het altijd wat een spektakel. Ik zie de Kalibier, ik ga weer. Huppakee! 2 jaar geleden was ik daarboven ergens. Niet met de motor trouwens, maar gewoon met de gondel. Gewoon even een wandelingetje maken in de eeuwige sneeuw. Dus ik ben bijna weer rond. Dat was eigenlijk semi de bedoeling dit jaar. Dat vond ik wel leuk om dat dan ook even bij te doen. Om dan semi even te zorgen dat ik dan weer helemaal rond was. Je hebt dan natuurlijk nooit echt alles gezien. Maar je komt best een ellend. Mijn video's zijn zo goed voorbereid dat ik natuurlijk niet heb gefilmd hoe ik een tent heb opgezet. En ook niet heb gefilmd hoe ik net lekker in een restaurantje pizza heb zitten eten. Tot de volgende aflevering.